Aankomende vrijdag begint het EK in Frankrijk. Landen als Frankrijk, Italië, Spanje en ook België doen mee aan dit toernooi. Het Nederlands elftal ontbreekt. Hoe kijkt de gemeente Leeuwarden er nu naar uit? Nou, het EK begint en Nederland is er niet bij. Voor welk land bent u nu? België. En waarom? Omdat België gewoon, ja, het is het land dat het meest voor de hand ligt om dan te supporten. Want Duitsland, ja, daar heb ik niet zoveel mee. België. België. En waarom? Ja, buurlanden. Ja, en ik vind het zelf ook nog wel leuk om naar te kijken. Dus het is ja, ook buurland. En dus doen we ook steunen natuurlijk. Voor Brazilië. Maar Brazilië doet niet mee met het EK. Niet mee met het EK. Turkije heeft al lange tijd niet meegedaan. Dus ik ben ontzettend blij dat ze meedoen. Frankrijk, ze hebben heel veel goede spelers. En er zit heel veel talent in. Dus ik denk dat we wel Europees kampioen worden. Wat vindt u van de trainer, Danny Blind? Ja, die moeten ze gewoon wegdoen. En waarom? Ja, die heeft geen goed aanvallend voetbal voor het Nederlands elftal. We moeten gewoon een aanvallende trainer hebben. Ja, helemaal niks. Doet niks goed. Ja, die kan beter weggaan. We kunnen beter een beter hebben die je dan beter op kan pakken, zeg maar. Dat is waar. Maar ja, niet echt super, super. Nee, Danny is echt blind. Die is echt blind. Dat is een drama. Dat is echt een drama. En hoe zou dat? Nee, die weet er helemaal niks van. Lastig. Ja, ik heb altijd wel een beetje met twijfels gehad. Hij heeft heel veel spelers heeft hij ook niet meegenomen. Andere spelers die bij hun eigen club heel weinig spelen, die neemt hij wel weer mee. Ja, een beetje vreemd. Wat zou een betere vervanger zijn? Ik denk, wie weet ooit wel Frank de Boer wel. De WK-kwalificaties komen eraan. We zitten bij Zweden en Frankrijk in de pool. En wat zijn je verwachtingen daarvan met dit elftal? Ja, niet veel op dit moment. Ik denk dat dat ook gewoon weer voorbij gaat als we het zo blijven spelen. Ja, en waarom? Ja, het elftal dat staat niet goed in elkaar. We hebben geen goede trainer die het team aanspeelt of aanspreekt hoe je het moet doen. En het team, de spelers zijn ook een beetje te hoog van zichzelf. Die denken dat ze alles zijn. Als Zlatan in die tussentijd niet meer speelt bij Zweden, dan gaan we het wel redden. Anders is het weer hoofdpijn. Ja, behoorlijk hoofdpijn. Ja. Nou, kijk, als we tegen Ierland gelijk spelen, dan gaan we sowieso onderuit. Hè. Dus dat wordt helemaal niks. Ik ben bang dat we de WK ook niet halen. Bjorn Kuipers, scheidsrechter van Nederland, die gaat als enige wel mee naar het EK. Wat zijn de verwachtingen van hem? Ja, Bjorn Kuipers. Ja, ik hoop dat hij zoals altijd een beetje gewoon normaal fluit. Hoop op de finale? Ja, zeker. Ja. Nou, hij heeft al een paar keer Champions League gefluit natuurlijk. Helaas nog geen finales, maar dat komt denk ik nog wel. Dat komt wel goed, denk ik. Hoop je dat hij de finale hebt? Ja, ik hoop het eigenlijk wel. Dat zou wel beter wezen ook voor... Het zou wel veel beter wezen eigenlijk. Ja, het is goed voor het Nederlands voetbal. Een goede scheid. Hey, nou ja, ik vind Kuipers de ene wedstrijd wel goed fluiten en de andere wedstrijd niet. En hoezo dat? Ja, de ene keer fluit hij wel gewoon echt goede wedstrijd. De andere keer denk je echt, waarom fluit hij en waarom laat hij niet doorspelen?